Ja, een onmerkelijke uitspraak, want de man die de bedreigingen geuit heeft, die is veroordeeld voor een week cel vanwege die bedreigingen, maar is vrijgesproken van de moorden. Mm-hmm. De man die erbij was, is juist vrijgesproken voor bedreigingen, maar veroordeeld voor de moorden. Ja. Dat roept toch wat vraagtekens op. Ja, kijk, het is zo dat er op die tweede kerstdag in Hellevoetsluis zijn er twee incidenten geweest. Eerst in de middag heeft een bedreiging plaatsgevonden, waarvan de rechtbank zegt dat is door één meneer gedaan. En die krijgt daar dus een week gevangenisstraf voor die bedreiging. Maar dat de ander daar een rol van in had, dat is niet komen vast te staan. Vervolgens zijn die twee mannen weggegaan. En later op de avond heeft er dus een schietpartij plaatsgevonden. De rechtbank zegt, we kunnen zeker weten, vaststellen dat er één van die twee mannen daar de schutter was. Maar dat die andere man, die smiddags ook die bedreiging heeft geuit, dat die daar dan ook bij was, dat kan de rechtbank eigenlijk niet vaststellen. Er zijn twee getuigen die hem wel plaatsen bij die schietpartij. Alleen één van die getuigen die is teruggekomen op zijn verklaring. In die zin dat hij zegt van ja, de politie heeft wel van alles opgeschreven wat ik gezegd zou hebben. Maar dat heb ik helemaal niet gezegd en dat kan ik ook helemaal niet gezegd hebben. Want het was donker, ik kon het allemaal helemaal niet goed zien. En dat klopt ook hè, als je kijkt wanneer de schietpartij is geweest. En ook de andere getuige die heeft gezegd van ja, ik kan wel wat zeggen, namelijk dat het een meneer was met een lange jas met een capuchon over zijn hoofd. En veel meer kan hij er eigenlijk niet over zeggen. Dus we hebben onvoldoende bewijs om de meneer die bedreigd heeft 's middags te plaatsen bij de schietpartij 's avonds. Dus wordt hij vrijgesproken. Ja, dat snap ik. Maar de rechtbank stelt tegelijkertijd vast dat er wel degelijk een tweede schutter was. Ja. Ja, en dan ga je toch al gauw denken, dat moet hij dan toch geweest zijn. Ja, dat kan je natuurlijk denken. En dat zullen heel veel mensen denken. Alleen de rechtbank moet het wel kunnen bewijzen. En dat lukt gewoon niet, omdat daar onvoldoende bewijs voor is. Ja, en dan die andere verdachte, die is wel veroordeeld. 18 jaar cel. Dan was overigens 28 jaar geëist. Ja. Maar dat komt natuurlijk omdat de officier van justitie zei, hier is sprake van moord. Maar de rechtbank zegt, nee, wij zien geen voorbedachte raden. Nou, dit is een soort schietpartij en een opwelling geweest. Ja, nou ja, ook daarvoor geldt, we weten eigenlijk niet wat er nou van tevoren gebeurd is. We weten dus niet wie die tweede schutter is. Hè. Daar hebben we geen bewijs voor wie dat nou geweest is. En degene die wel veroordeeld wordt voor deze dodelijke schietpartij, die heeft daar verder geen verklaring over gegeven. Dus we weten niet of er nou van tevoren echt een plannetje bedacht is om deze twee mannen te gaan doodschieten. Dus ja, ze zijn natuurlijk met een vuurwapen naar naartoe gegaan. Maar wat nou precies de bedoeling was, dat weten we niet. En de rechtbank zegt ook, ja, we weten alleen dat er een schietpartij heeft plaatsgevonden met dodelijke afloop. En dat is dan doodslag. Maar dat extra stukje van moord, dat het echt een plan was om daar te gaan doodschieten, daar is geen bewijs voor. En dus, zegt de rechtbank, van dat stukje spreken we vrij. En dan kom je automatisch op een lagere straf uit.